Dijken zijn van cruciaal belang in onze strijd tegen het water. Vooral bij storm en hoogwater vanuit zee, waardoor het waterpeil in de rivieren extra stijgt. Dijken beschermen ons gebied tegen overstromingen. Waterschap Hollandse Delta beheert en onderhoudt de dijken en komt in actie als er extreem hoogwater wordt verwacht. Hiervoor hebben we 37 dijkposten, van waaruit in totaal 260 dijkvakken kunnen worden bewaakt als daar extreem hoogwater optreedt. Als dijkwacht ben je een onmisbare schakel in de bescherming van de dijken. Daarom zijn we op zoek naar lokale helden die het gebied kennen en deze belangrijke taak op zich willen nemen. Om je werk goed uit te voeren krijg je uiteraard de noodzakelijke uitrusting, training en een gedegen opleiding. Zo kun je schade aan de dijk herkennen en weet je hoe je dat moet melden. Je doet dit niet alleen, maar zit in een team dat bestaat uit een dijkpostleider, een telefonist en je collega dijkwachten. Bij hevige storm en hoog water kun je worden opgeroepen om in weer en wind in tweetallen op patrouille te gaan op je aangewezen dijkvak. Zie je iets dat lijkt op een schadebeeld, dan meld je dit volgens protocol samen met de locatie aan de telefonist op jouw dijkpost. De dijkpostleider geeft de melding door aan het waterschap en zij zullen noodzakelijke maatregelen nemen om de dijk te beschermen. Ondertussen zit jouw dienst erop en met een voldaan gevoel drink je nog een welverdiende kop koffie op de dijkpost. Dankzij jouw ogen, oren, lokale kennis en een portie heldenmoed zijn onze dijken veilig en zijn mogelijke rampen voorkomen. Door onze dijken goed te bewaken houden we samen droge voeten en daar mag jij trots op zijn. Meer weten of meedoen? Kijk op wshd.nl/dijkbewaking voor meer informatie.